In de vorige video zagen we hoe Atrecht kon uitgroeien tot uh, eigenlijk ja, een handelstad van formaat hè, in, in die lage landen. En dat het ook het beginpunt was van de zogenaamde stedelijke dynamiek in de Nederlanden. Nee, we zullen zien in deze video dat uh, die dynamiek steeds meer richting het noorden op gaat schuiven. Hè. Dus vanuit Artesië komen we nu in uh, Vlaanderen terecht. Waar een aantal steden, waaronder Gent en Brugge, ja, enorm uh, op zullen gaan klimmen. En een enorme belangrijke positie in de handel in gaan nemen. Want rond 1300, hè, dus vanaf de 14e eeuw eigenlijk, vormen Vlaamse steden het nieuwe centrum van de nijverheid in de Nederlanden. Waarbij Brugge echt de voornaamste stad is. Hè. Dat groeit eigenlijk uit tot een soort uh, scharnierpunt in de Europese handel. Uh, Brugge ligt aan de Noordzee. Uh, je ziet hier op dit kaartje in die, die, die bovenste rode ovaal helemaal links onderin liggen. En uh, ja, Brugge is uh, lid van uh, het uh, verbond van de Hansensteden, van die Noord-Duitse Hansensteden, dat is ook die ovaal erbovenin. Uh, het is eigenlijk de meest zuidelijke Hansenstad. Maar uh, door die ligging aan de Noordzee staat ook in contact met Engeland bijvoorbeeld, maar ook zeker met uh, Spaanse handelsteden en met de Noord-Italiaanse stadstaten. Dus in Brugge komen eigenlijk de Noord- en de Zuid-Europese handel bij elkaar. Ja, en die stad die profiteert daar enorm van, die groeit en die bloeit, en de bevolking die groeit en die bloeit, en daarom is het even goed om stil te staan bij die stedelijke bevolking. Want hoe ziet die er dan precies uit? Nou ja, als je die in een bevolkingspyramide neer zou zetten, hè, met dus uh, bovenaan een kleine groep mensen die vaak ook veel macht en invloed hebben, en dus onderaan een steeds groter wordende groep mensen die dus ook uh, minder te zeggen heeft, dan, dan, dan zou je het als volgt neer kunnen zetten. De bevolking in zo'n middeleeuwse stad in West-Europa. Ja, de bovenlaag daarvan dat waren de zogenaamde patriciërs of het patriciaat. Dat is eigenlijk nog een term die stamt uit het Romeinse Rijk. Echt de, de bovenlaag, de rijke handelaren. En daaronder kwam dan het zogenaamde gemeen, het gemeen. Dat is eigenlijk gewoon uh, de, de hele uh, lage, uh, lagere stedelijke bevolking. En dat is dus een hele grote groep. En ja, ik heb hier even heel schematisch op een rijtje neergezet. Dat waren dus voornamelijk ambachtslieden, of mensen die in ieder geval in de nijverheid werken. Dus dat je de ambachtslieden als uh, daarbovenaan daar staan, nog in die bevolkingspiramide. Want dat waren dan uh, de gildemeesters met een eigen werkplaats, een eigen zaak waar, waar anderen dan weer in werkten. Zoals de knechten en de dagloners bijvoorbeeld. En helemaal onderaan in die stedelijke bevolking vond je dan de bedelaars. Dus grofweg zag zo'n stedelijke bevolking er op deze manier uit. En we zien dat er steeds meer uh, tegenstellingen gaan komen tussen de patriciërs en het gemeen. Die hebben tegengestelde belangen. En uh, die patriciërs die krijgen steeds nauwere banden met de adel. Hè. Die, die, die groeien zo rijk en die groeien ook in invloed en in macht en dergelijke. Dat, dat die, ja, die gaan zich steeds meer vereenzelvigen eigenlijk met uh, de adel op het platteland. En die meten zich ook steeds meer een adelijke levensstijl aan. Hè. Dus er worden allerlei stadspaleizen gebouwd. Nou, hier, hier zie je een stukje van het centrum van Brugge. Uh, waar allerlei prachtige panden staan. Uh, die, 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 die gaan zich ook steeds... Uh, ...rijker en uh, uitdossen en dergelijke... ...ja, die, die leven in steeds grotere luxe en welvaart. En dat zorgt dus voor toenemende spanningen tussen die patriciërs... ...en de rest van de stedelijke bevolking, het gemeen. En uh, waar zit hem dat dan in? Wat zijn de redenen voor die toenemende spanning? Nou, ten eerste dat die uh, patriciërs die kregen grote macht in het stadsbestuur. Dat zagen we in die vorige video bij Atrecht ook al... Hè, ...dat daar die, die, die rijke kooplieden, die patriciërs dus... Uh, eigenlijk hun invloed in het stadsbestuur kochten door geld uit te lenen aan uh, de, de lokale adel. Nou ja, dat, dat zag je eigenlijk overal gebeuren. Die patriciërs die kregen steeds meer invloed in het stadsbestuur. En er was geen plek voor uh, de ambachtslieden, vertegenwoordigers van de ambachtschilden bijvoorbeeld. Dus die ambachtslieden die vonden dat niks. En de rest van het gemeen die was ook niet echt blij met die patriciërs. Want zeker die dagloners, wat echt een hele grote groep was in de stad, ja, die, die, die uh, hadden vaak uh, hele slechte werkomstandigheden. Nou En waar zat hem dat dan in? Nou, ja, dat betekent, Ze hadden bijvoorbeeld geen vast inkomen. En ze deden zwaar werk. En ze konden zich niet organiseren in gildes. En ja, ze zagen aan de andere kant dat ze dus zelf uh, niet veel verdiende, hard moesten werken. Maar dat aan de andere kant die bovenlaag van die patriciërs steeds rijker groeide. En dat die heel andere belangen hadden. Dus dat zorgde voor heel veel spanningen. Ja, en een moment waarop die spanningen... Echt uh, naar boven komen in Vlaanderen. Dat is in 1302 tijdens de Gulden Sporenslag. Dit maakt eigenlijk uh, onderdeel uit van een zogenaamde Vlaamse opstand, zou je kunnen zeggen. Vlaanderen is een gewest wat op dat moment hoort bij uh, de koning van Frankrijk. Het hoort bij Frankrijk, maar het is altijd heel erg onafhankelijk geweest. En de Franse koning die wil zo rond 1300 wil die eigenlijk, uh, ja, de, de, zijn invloed in uh, Vlaanderen groter maken. Hè. Vlaanderen moet minder onafhankelijk worden. Het moet meer bij Frankrijk gewoon gaan horen. Ja, die, die, die koning van Frankrijk, die komt dus recht tegenover de graaf van Vlaanderen te staan. Ja, en ze hebben allebei hun eigen aanhangers. Hè, dus, en het zijn met name die patriciërs die aan de kant van uh, die koning van Frankrijk komen te staan. Want uh, die gaat dan uh, allerlei belastingverlagingen uh, gaat die doorvoeren. Maar dat, dat is eigenlijk alleen maar goed voor die rijke bovenlaag weer. En uh, die groep, die aanhangers van die Franse koning in Vlaanderen, die worden ook wel de Leliaards genoemd. En naar de Franse Lely, het Franse wapen. Ja, en de rest van de bevolking, zowel in de steden als op het platteland, eigenlijk een beetje de, de volksklasse, die worden de Liebaards genoemd. Hè? En de, de, dat zijn aanhangers van de graven van Vlaanderen. Dus het is de lage adel bijvoorbeeld, maar met name dus ook die stedelijke bevolking, ambachtslieden, de boeren en dergelijke. Nou, er zijn dus steeds meer spanningen tussen deze twee groepen. En uiteindelijk mondt dat uit in 1302 in de zogenaamde Sporenslag, en Veldslag. Dus aan de ene kant een Frans leger, hè, ongeveer 8000 man sterk, heel veel ridders, heel veel uh, cavalerie te paard dus ook uh, erbij betrokken. En aan de andere kant een, een leger van net geen uh, 10.000 uh, Vlamingen, die, die dus voornamelijk uit de, de Vlaamse steden kwamen. Dat was voornamelijk voetvolk, hè, die hadden maar heel weinig ruiters. En normaal gesproken zou je zeggen: ja, dat wint die cavalerie, dat winnen die ridders te paard en zo, die winnen dat altijd. Maar bij die Gulden sporenslag is het zo dat de Vlamingen winnen van dat Franse leger. Dus die, die, die burgers van die steden, zoals Gent en Brugge en Kortrijk en zo, die weten dus dat Franse leger in de pand haken En die weten dus ook eigenlijk die patriciërs een beetje in de pand haken. hakken. Die Leliaards, hè, de Libaards winnen hier. En die ambachtslieden en die boeren die laten dus zien dat ze opgewassen zijn tegen de patriciërs en ook tegen hun feudale heren. Hè, zoals bijvoorbeeld die Koning van Frankrijk. En dat die steden het dus winnen van hun koningen, wordt dat echt wel gezien als een soort teken dat die, die steden echt wel steeds machtiger beginnen te worden, en steeds zelfstandiger beginnen te worden.